Dit is dus een voorbeeld van de actief kool die we doseren in deze installatie. En na het mengen heb je dus een slurry en dat, nou ja, dat ziet er zo uit. We hebben hier een tank, een opslagtank. Dat kun je er bovenin zien. Daar zit de actief kool. Die kopen we gewoon in. Die actief kool wordt hier binnen vermengd met water. En dat water met kool wordt gedoseerd in de tank die je hiernaast ziet, de beluchtingstank. In die beluchtingstank daar zit normaal onze bacteriën die het afvalwater zuiveren. Die kool voegen we er extra aan toe om ook die geneesmiddelen en andere microverontreinigingen te binden en daardoor te verwijderen. Dus mensen nemen vaak medicatie in en die medicatie gaat gewoon mee met, ja, plat gezegd, de poep en de pies. Komt op de afvalwaterzuivering en spoelt eigenlijk voor een groot deel door naar het oppervlaktewater. Er is steeds meer onderzoek, wordt het bekend dat gedrag van dieren die in het water leven, wordt beïnvloed. Dieren die bijvoorbeeld jagen, stoppen met jagen omdat ze bepaalde medicatie binnenkrijgen, waardoor ze dat niet meer doen. Of dieren die normaal zich verstoppen, verstoppen zich niet meer. Nou, dat willen we eigenlijk niet meer hebben, dat is niet goed. Jullie zijn samenwerking aangegaan ook met ziekenhuizen en apotheken. De samenwerking met die groepen is vooral gericht op bewustwording. We kunnen niet mensen het slikken van medicijnen laten weigeren. Dat kan niet. Je kan niet zeggen stop met slikken. Dus proberen mensen wel bewust te maken van joh, het effect is wel dat wat je slikt komt in het water terecht. Uiteindelijk. En zelfs in je drinkwater als we niet oppassen. Door ook bij huisartsen en apothekers, ziekenhuizen, daar bewustwording bij te kweken. Van let op, ook wat je zelf kan doen. In het voorschrijven van medicatie, maar ook gezond leven stimuleren. Zelf niet dingen weggooien, kun je daar al heel wat in verbeteren.